Als je goed kijkt, zien we op de satellietfoto vanochtend wat lage bewolking. Op veel plaatsen in Duitsland is nog steeds lage bewolking aanwezig. Maar helaas valt dat in de nachtsatellietfoto niet goed op. En vandaag hebben we dan te maken met wolkenvelden, maar af en toe breekt ook de zon door. De temperatuur ligt op veel plaatsen rond het vriespunt vanochtend. En met een matige oostenwind voelt het dan toch een behoorlijk stuk kouder aan. Vanmiddag dan kruipt het kwik uiteindelijk omhoog naar zo'n 1 tot 3 graden. En houden we die afwisseling van wolkenvelden maar ook af en toe wat zon? De wind neemt iets in kracht toe en is dan meestal matig, windkracht 3 of 4. Vanavond dan blijft het weerbeeld hetzelfde, maar dan daalt de temperatuur weer vrij snel op de meeste plaatsen tot onder het vriespunt. En uiteindelijk wordt het op de koudste plaatsen vannacht min 5 graden. Morgen, dat wordt blijft het een koude dag. en waait een stevige zuidoostenwind, waardoor het met 1 of 2 graden maximaal toch behoorlijk koud aanvoelt. In de loop van de dag wordt de bewolking dikker en in de avond is in het zuidwesten wat een winterse neerslag mogelijk. In de nacht naar zondag dan trekt die neerslag over het land. Lokaal kan misschien zelfs een sneeuwdekje ontstaan. Maar uiteindelijk loopt zondag overdag de temperatuur op naar zo'n 3 tot 7 graden. Dat luidt het zachtere weertype in, want na het weekend dan ligt de temperatuur rond de graad of 6. Zien we af en toe zon, maar blijft het wel wisselvallig.